En klopt het dat er in Engeland ook wordt gewerkt aan een speelfilm over de zes eigenaren van Swansea City? Ja, daar wordt niet aan gewerkt. Die is eigenlijk al bijna klaar. Die is bijna klaar? Ja, het, is, het is een soort Pietje Bel verhaal. Het is natuurlijk, ik ben niet de enigste. We, doen het met, uh, we zijn met z'n zessen. Uh, we waren met z'n vijf en zes na. En we hebben gewoon met z'n zes hebben wij die club gekocht en die hebben we omhoog gebracht. En dat is eigenlijk, uh, het is een soort Pietje Bel verhaal, want hoe kan je je houden? We hebben het over investeren in, uh, in wat andere clubs en uh, kijk... Iedereen die investeert in clubs, die hebben het over, over honderden en honderden miljoenen ja. en wij hebben met 50.000 pond een club gekocht die nu honderden miljoenen waard is. Maar je zegt die film is bijna af, wanneer gaan we hem zien? Hij gaat de bioscoop gaat hij in, hij is, 20% is ongeveer in uh, Nederland, uiteraard in, uh, in, uh, in Den Haag opgenomen bij de Haagse Kerk en uh, de 80% is in Swansea opgenomen, dus ja. uh, uh, wanneer die klaar is, de verwachtingen zijn uh, februari, maart.